Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal, welkom bij deze nieuwe video en welkom in Mike's creatieve wereld. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video en in deze video gaan we verder met de Tunische stekersjaal. De steek die ik jullie nu laat zien is de Tunische honingraadsteek. Heel veel plezier! Dan gaan we verder met de Tunische honingraadsteek. Deze steek haak ik nu weer op een naald nummertje 6. Dus gewoon de maat waar ik mee begonnen ben. Mijn garen geeft aan maat 5. Tunische haken moet even wat groter, dus ik gebruik een naald 6. De Tunische honingraadsteek. Dit is ook weer een steek waar je even extra moet opletten, omdat we afwisselende draad, de werkdraad naar voren en naar achteren gaan brengen. En daar is de lussen mee gaan ophalen. Dus ik heb alvast een papiertje gepakt en daar weer een toer A en een toer B opgezet. Met een V'tje en een A'tje ernaast. Toer A, de V van draad naar voren. Toer B, de A van draad naar achteren. Dan weet ik dus hoe ik die toeren moet gaan starten. Bij de toeren gaan we ook 15 keer haken, waardoor we uitkomen op 13 toeren. Dus ik ga elke keer als ik een toer gehaakt heb, een streepje zetten. En bij 15, zoals je hierboven kan zien, weet ik 30 toeren gehaakt. En dan ben ik klaar met dit stekenblok. Ik heb de lus inmiddels weer op mijn naald staan. En we beginnen met toer A. De steek op zich is niet heel erg moeilijk, want je steekt zoals gewoonlijk in een verticaal lusje in. Het enige wat het wat lastiger maakt in deze steek is dat je de draad dus continu van voor naar achteren aan het bewegen bent om je steken te maken. En dat ga je met elkaar afwisselen. In toer A starten we de eerste steek. Deze dus niet, want daar komt de lus uit. Dus die steek slaan we over. Dus dan is dit onze eerste verticale streep waar we een lus uit gaan ophalen. En dit is dan toer A. En dan starten we met de draad aan de voorkant. Ik leg hem dan altijd eventjes over mijn naald heen. Naar achteren toe. Dus draad naar voren. En over mijn naald. En dan steek ik van rechts naar links in de steek in. Laat ik de draad weer terug gaan vallen. Dus die gaat dan horizontaal over de steek heen. Hou ik hem eventjes vast met mijn duim. En pak de draad op en die trek ik door de steek heen. Dan het volgende verticale lusje. Gaat de draad naar achteren. Dus gewoon zoals je normaal gesproken altijd haakt. Draad naar achteren. Ook weer van rechts naar links in de lus insteken, draad omslaan en doorhalen. Dan gaat de draad weer naar voren en steken we in de volgende verticale lus weer in, van rechts naar links. Draad brengen we weer naar achteren, waardoor we dus een horizontaal streepje onder de verticale creëren. Die hou ik dus eventjes met mijn duim vast om spanning op de steek te voorkomen. Ik pak mijn draad op en die haal ik door de steek heen. De draad laten we nu weer aan de achterkant. Steken we in de volgende lus in. En halen de lus door de steek heen. De draad gaat weer naar voren. Dat leg ik voor het gemak dus even over mijn naald. Steek in de volgende steek weer in. Laat de draad weer terug naar achteren komen. Hou hem weer even vast. En ik hou weer een lus op. Nou, en dit herhaal je dus helemaal tot aan het eind van deze toer. Dus draad naar voren insteken. Horizontale draadje dan even vasthouden. En een lus ophalen. En in de volgende steek de draad gewoon aan de achterkant laten, insteken en een steek ophalen. En dus weer naar voren
En na de volgende verticale lus weer je steek op. Dit doen we dus helemaal tot aan het eind van deze toer. Bijna aan het eind van deze toer. Vorige steek de draad achter gehad, dus ik sla hem nu weer naar voren. En ik hou weer een lus op uit de volgende steek. Volgende steek draad aan de achterkant. Dus je ophalen. Draad weer naar voren. Insteken. En lus ophalen. En dan in de laatste draad naar achteren en een lus ophalen. Dan hebben we nog één steek over hier aan de zijkant. Dat is deze. Dat is de kantsteek. Je ziet hem hier als verticaal lusje liggen. Met een lus daarnaast. En daar gaan we helemaal doorheen steken. Dus de complete steek op je naald. Draad ophalen. En dat is je lus. We hebben de eerste heengaande toer gemaakt. Dan gaan we terug. Ik sla mijn draad om de naald. Haal één lus af. Dat is de nieuwe kantsteek. Ik sla weer om. En ik haal twee lussen af. Omslaan en twee. En dit herhaal je helemaal tot aan het eind van deze toer. En dit is bij elke tunische steek hetzelfde. Altijd omslaan, doorhalen door één voor een kantsteek. En daarna omslaan en doorhalen door twee, totdat je aan het eind van je toer bent. Nog een paar steken op de naald, die ik ook weer per twee ga afhalen. Dan zijn we bijna klaar dus met deze teruggaande toer en daarmee klaar met toer 1. Ga ik even het turfje zetten dat ik de eerste van toer A gemaakt heb. Gewoon voor het gemak, zodat als je je werk aan de kant legt en je gaat er later mee verder, dat je weet in welke toer je gebleven bent. Dan toer B. In toer A zijn we begonnen met de draad naar voren te werken en in te steken in de steek. Toer B laten we de draad aan de achterkant en gaan we een lus ophalen in de eerstvolgende steek. En met de tweede steek halen we de draad wel naar voren. Steken we in. En halen we een lus op. Volgende steek laten we de lus weer aan de achterkant. En dan brengen we weer de draad naar voren. En halen we weer een lus op. En dit gaan we dus weer afwisselen. Oh, draad naar achteren. Insteken in de steek en een lus ophalen. Draad naar voren. Insteken. En weer een lus ophalen. Dus draad naar achter. Lus ophalen. Daarna draad naar voren. Insteken en een lus ophalen. En dan weer de draad naar achteren. Nou, blijf dit doen tot helemaal weer aan het eind van deze toer. Nog een paar steken over. En dan is deze heengaande toer, toer B, ook klaar. Ik heb nu een steek waar ik de draad aan de achterkant moet houden. En dat is eigenlijk ook wel makkelijk te zien. Kom ik even wat dichterbij. Deze steek heeft hieronder een horizontaal streepje lopen. Kijk, en die daarnaast heeft dat niet. Dus dat betekent dat hij met een horizontaal streepje in de vorige toer de draad naar voren heeft gehad. Want dan creëer je dus dat horizontale streepje erop. Dus als je een steek hebt die er dus zo uitziet met een horizontaal streepje eronder, dan weet je in de volgende toer dat ik hierin moet steken met de werkdraad aan de achterzijde. Dus ik
breng mijn draad niet naar voren toe. Ik steek gewoon in deze steek in en ik haal een lus op. En deze steek heeft geen horizontaal lusje. Dus dan weet ik van die moet hij nu wel krijgen. En het creëer ik door dus de draad naar voren te brengen. In te steken in de steek. En doordat je de draad weer terug naar achteren brengt. Creëer je dus dat horizontale streepje eronder. En dan haal je weer een lus op. Nou, de volgende is dan dus weer draad aan de achterkant insteken in de steek en een lus ophalen. Draad naar voren insteken, terug naar achter en weer een lus ophalen. En dan houden we nog een kantsteek over. En wat ook een makkelijk geheugensteuntje is, is dat als je je toer hiervoor begint met de draad aan de achterkant, dan moet je toer hier eindigen met de draad aan de voorkant. Dus met het horizontale streepje. En dan je kantsteek. Start je nou aan deze kant, aan je beginkant, met de draad aan de voorkant, dan betekent het dus dat je aan het eind van je naald eindigt met je draad aan de achterkant. En dan je kantsteek. En die steken herken je dus door het horizontale streepje of het afwezigheid van een horizontaal streepje. Dan weet je dus een horizontaal streepje is draad naar voren. Geen horizontaal streepje is draad naar achteren. Dus dat betekent in de volgende toer hier horizontaal streepje creëren. Dus de draad moet naar voren. Ik hoop dat het een beetje duidelijk uitgelegd wordt door me zo. Maar dat zijn een beetje handige trucs die je kan gebruiken tijdens deze steek. Laatste steek gehaakt, dus we gaan nog een kantsteek maken. Ook weer door de gehele lus heen. Of door de gehele steek, moet ik zeggen. Dus door die hele steek te pakken heb je dus twee lusjes op je naald staan. En daar haal je dan de lus uit op. En dan gaan we weer een teruggaande toer doen. Dus we gaan de lussen weer afhalen. Slaat je draad om en haalt eerst één lusje af. Om een nieuwe kantsteek te creëren. Sla de draad weer om. En vanaf nu elke keer twee lussen afhalen. Dus omslaan en twee lussen afhalen. Omslaan en twee afhalen. En dit herhaal je gewoon weer helemaal tot het eind. Totdat je nog één lusje op je naald hebt staan. En dan ben ik weer bijna bij het eind van deze teruggaande toer van toer B. Ik blijf nog steeds de laatste steken per twee afhalen. Totdat ik één lus op mijn naald over heb. Daar is die. Dan pak ik mijn pen en papier er weer even bij. En zet ik weer een turfje bij toer B, zodat ik weet dat ik beide toeren één keer gehaakt heb. Nou, en deze twee toeren blijven we dus de hele tijd met elkaar afwisselen. Bij toer A start je dus met de draad aan de voorkant en haal je de lus op uit je eerste steek. Breng je de draad weer naar achteren. En uit je volgende steek pak je dan weer een lus op. En dat blijf je dus afwisselen met elkaar. En bij toer B start je met de draad aan de achterkant. En ga je lussen ophalen. Breng je draad weer naar voren en haal je weer een lus op. En dit blijf je ook helemaal afwisselen tot aan het eind van je toer. En het handige geheugensteuntje is dus ook om te zien dat je goed gegaan bent. Als je de toer A start met de draad aan je voorkant, door de eerste steek, dan eindig je aan het eind van je toer met de draad aan de achterkant en daarna de kantsteek. In toer B start je dus met de draad aan de achterkant en haal je een lus op. En dan weet je ook dat je in toer B aan je laatste steek eindigt met de draad aan de voorkant en daarna je kantsteek.
En nog eventjes dichterbij laten zien. Dit is dan een steek waar de draad aan de achterkant gezeten heeft, de werkdraad. Want het is gewoon een hele rechte steek ingestoken in een toer lager. En de steek ernaast is ook een verticaal streepje, maar er zit ook nog dit horizontale streepje onder. Dat is een steek waar dus de draad aan de voorkant gezeten heeft. Want die creëert dat horizontale lusje. Dus als je daar goed naar blijft kijken, dan weet je dat je in de steken waar een horizontaal lusje onder zit, dat je daarin moet steken met de draad aan de achterkant. Heb je een steek zonder horizontaal lusje, dan weet je, ik moet mijn draad naar voren brengen en dan een lus oppakken. Dus dat zijn eventjes handige tips en geheugensteuntjes. Ga dit dus met elkaar afwisselen totdat je 30 toeren gehaakt hebt. En dan kom ik nog eventjes bij jullie terug. Ik heb inmiddels 28 toeren gehaakt. Dus de laatste 2 toeren die ga ik nog eventjes met jullie meedoen. Zodat jullie alsnog een keertje kunnen zien hoe deze steek gaat. Het patroon begint zich ook al lekker te vormen. Toer 29. Ja, toer 29. Ik moest even spieken, maar dat gaat goed. Toer 29 is dus een toer A. En dat betekent dat we met de draad aan de voorkant weer gaan starten. Dus die leg ik weer eventjes zo over mijn naald heen. En deze steek gaan we insteken. En daardoor weet ik dus ook dat ik aan de voorkant met mijn draad moet starten, omdat hier geen horizontaal lusje onder zit. Bij de steek hiernaast zie je dat wel. Maar bij deze steek niet. Dus daardoor weet ik dus dat ik met de draad aan de voorkant moet gaan starten. Mijn draad zit dus aan de voorkant van mijn werk. Ik steek in de steek. En ik laat de draad weer terug naar achteren gaan. Waarmee ik dus nu weer zo'n horizontaal streepje onder mijn steek creëer. Hou ik even vast met mijn duim. En ik trek de lus door de steek. En dan heb ik mijn steek gemaakt. De volgende steek heeft dus wel weer dat horizontale lijntje eronder zitten. Dus dat betekent dat ik mijn draad weer naar achteren moet houden. Ik steek in de steek in. Sla mijn draad om en die haal ik door de steek heen. Draad weer naar voren. Insteken in de volgende steek. Draad werk ik weer naar achteren toe en die sla ik om mijn naald. Hou het horizontale lusje eventjes vast met mijn duim. En ik haal een lus op. Draad weer aan de achterkant houden, want ik heb de volgende steek met een horizontaal lusje eronder. En ik hou weer een draad op uit deze steek. Nou, en dit herhaal ik dus weer tot het eind van deze naald. En dan kom ik op het eind nog weer even terug bij jullie. Bijna aan het eind van deze toer. De laatste 2 steken ga ik maken. En omdat ik dus aan deze naald in het begin begon dus met de draad naar voren te werken, betekent het dat ik aan het eind van deze toer mijn draad aan de achterkant moet houden in de laatste steek voordat ik de kantsteek maak. Ik heb nog 2 lusjes over. En ik zie ook dat in mijn laatste lus daaronder een horizontaal streepje ligt. Dus dat betekent dat ik daar inderdaad met de draad aan de achterkant van mijn werk in moet gaan steken. Dus dan klopt mijn toer. Deze steek ga ik dus weer met de draad aan de voorkant. Dus ik sla mijn draad weer naar voren toe. Steek in de steek in. Draad naar achteren. En de lus ophalen. En de laatste steek, die zit hier. Steek ik in. Draad zit aan de achterkant van mijn werk. Sla om en ik haal een lus op. En dan heb ik hier aan de zijkant nog zo'n verticaal lusje zitten. Dat wordt mijn kantsteek weer. Kijk weer eventjes naar de zijkant. Daar zie je ook weer alle steken mooi zitten, die veetjes. Dus in het verticale lusje steek ik in en ik pak daarbij ook de lus ernaast op. Zodat ik door die hele steek heen steek. Dus ik heb de hele steek op mijn naald staan. Pak een lus op en die haal ik door. En dan is mijn heengaande toer klaar. Gaan we weer afhalen. Dat doen we zoals gewoonlijk. Altijd met een teruggaande toer. Door de draad om te slaan en één lus af te halen.
om een nieuwe kantsteek te maken. Slaan daarna weer om en halen we twee lussen af. En vanaf nu gewoon tot het eind van je naald elke keer de draad omslaan en twee lussen afhalen. Dus de teruggaande toeren zijn altijd hetzelfde. Nog een paar lussen op een naald en dan ben ik weer klaar met deze teruggaande toer. Dus de laatste lussen haal ik ook af, tot ik er nog eentje op mijn naald heb staan. Dus dat is dan weer een toer klaar. Dan ga ik weer eventjes een turfje zetten op mijn papiertje. En zo zie je dus dat ik nog één toer B moet maken. En dat ik dan in totaal 30 toeren gehaakt heb. Dus dan laat ik nog weer eventjes aan jullie de B-toer zien. Want die is weer even anders qua start en eindigen dan een toer A. Toer A starten we met de draad aan de voorkant en toer B starten we met de draad aan de achterkant. Je ziet het ook, je eerste steek waar je in hoort te steken heeft een horizontaal lusje. Dus dan weet je, vorige toer was de draad aan de voorkant, want die creëert het horizontale lusje. Dus in deze toer moet hier een steek op waar de draad aan de achterkant zit. Dus ik steek weer in en dan haal een lus op. Volgende steek heeft geen horizontaal lusje, dus dan moet je draad weer naar voren komen. Dus die sla ik aan de voorkant even om mijn naald, zodat ik goed kan insteken. Steek in de steek in, breng de draad terug naar achteren. En ik haal weer een lus op. Volgende weer draad aan de achterkant. En dan weer de lus ophalen. En de volgende steek draad weer naar de voorkant insteken. Draad naar de achterkant. En weer een lus ophalen. Dus je blijft ook gewoon continu wisselen met draad naar voor en naar achteren. Doe dit weer tot aan het eind van je toer. Nou, dan ben ik weer bijna aan het eind van deze heengaande toer. De volgende steek wordt weer een steek met de draad aan de achterkant, omdat er een horizontaal lusje onderop zit. Dus ik steek weer in de steek in. Sla de draad om en haal een lus om. En in de laatste steek gaan we de draad weer naar voren werken. Insteken. Draad terug naar achteren brengen. En een lus ophalen. En we eindigen dus met een steek waar de draad aan de voorkant zit. Omdat we aan het begin zijn begonnen dus met de draad aan de achterkant. Dus dan weet je ook dat je daar goed mee zit. De allerlaatste steek, die halen we weer op uit het verticale lusje. Of uit de kantsteek moet ik natuurlijk zeggen. Excuus. Steken we weer door de hele steek heen. Zodat we die op de naald hebben staan. En daar halen we een lus uit op. Dus onze laatste lus. En dan gaan we voor deze steek een laatste teruggaande toer maken. Dus we slaan de draad om en we halen weer één lusje af. Slaan weer om en halen er twee af. En dit herhalen we tot aan het eind van de naald. Dus elke keer draad omslaan en twee lussen afhalen. Totdat je nog maar één lus op je naald hebt staan. En aan het eind van deze toer, deze teruggaande toer en daarmee ook aan het eind gekomen van toer 30 in deze steek. Laat ze doorhouden. En dan trek ik mijn lus even wat groter. Haal ik mijn naald eruit. En ik ga weer, net zoals bij alle andere steken, in deze 30ste toer een steekmarkeerder plaatsen. Zodat het weer makkelijker is straks ook weer met tellen. Ik kan met de volgende steek gewoon zo gaan starten met toer 1 weer. En dan is dit het resultaat. En daarmee zie je dus ook waarom deze steek de honingraadsteek heet. Want er zijn echt honingraadjes gecreëerd. Doordat je afwisselende draad naar voren en achteren gaat draaien. Dus dit was dan de Tunische honingraadsteek. Dat was dan de tutorial van de Tunische honingraadsteek.
Ik hoop ook natuurlijk weer dat ik hem goed in beeld gebracht heb en ook goed heb uitgelegd aan jullie, zodat jullie er ook lekker mee aan de gang kunnen gaan. Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik zou het heel erg leuk vinden als je je ook abonneert op mijn kanaal. Doe dat door eventjes een klik te geven op de grote rode abonneerknop. En naast die abonneerknop vind je ook een belletje. Want als je daarop drukt, krijg je automatisch een melding als ik een nieuwe video plaats op mijn kanaal. Voor nu dus, heel erg bedankt voor het kijken. En wie weet, tot kijk in een van mijn andere video's. Doeg!